Dag beste kijkers, welkom bij deze uitzending van de lokale Omroep Stijn. Wijkagent Frank Esser is onlangs gestart met zijn project Tis Your Choice. Op een groot aantal basisscholen besprak hij met de jeugd onderwerpen zoals verkeer, gedrag, respect, geweld en vandalisme. En omdat het knallen alweer is begonnen, ging onze cameraman een kijken bij de les over vuurwerk bij de Maaskei in Wermend. Groep 7-8, we krijgen vandaag van meneer Frank krijgen we het vuurwerkproject van It's Your Choice. Hij zal zo meteen komen en dan krijgen we daar de les over hoe je veilig met vuurwerk om moet gaan. Vandaag gaan we het hebben over vuurwerk. En je ziet dat kinderen zijn aan het spelen met vuurwerk. En dat is best leuk, maar ook heel gevaarlijk. En dat gaan we een beetje ontdekken in de loop van deze les. Het project heet It's Your Choice, dat de kinderen leren kiezen. Kiezen, hoe ga ik ermee om? Wat zijn de gevolgen van mijn keuzes? En waarom kies ik zo of waarom kies ik zo? In feite hebben we gezegd, iedereen moet elke dag opnieuw, elk moment van de dag keuzes maken. En ik noem dat dan altijd je etalage. Hè? Zoals jij jezelf in de etalage zet, dat bepaalt wel, jouw keuzes bepalen wel hoe mensen dan naar jou kijken. Hoe jouw gedrag is. Vuurwerk, ja. Het begint met een beetje vuurwerk, hè. En ik ga eerst wat vertellen, net als bij groep 8, over de geschiedenis van het vuurwerk. Want je zult zien dat vuurwerk heeft best wel een behoorlijke invloed op de mensen van nu. Zo oud is dat vuurwerk nog niet. Want er was ongeveer 2000 jaar geleden een kok in China, die bij het leger werkte. En die wat gewoon kookte in het openbaar, hè, gewoon buiten in het veld. En die kwam erachter als die bepaalde stoffen bij elkaar mengde. En dat vervolgens in aanraking kwam met vuur, dat een explosief mengsel was. Dat ging knallen. Uiteindelijk is dat vuurwerk, of dat buskruid, ook naar Europa gekomen. In de geschiedenisboeken staat dat een rijke koopman uit Venetië, meneer Marco Polo, die op ontdekkingsreis ging en eigenlijk met de bedoeling om dan nieuwe spullen te ontdekken, die mee terug te nemen naar Italië en te verkopen, dat die op de een van die reizen dat buskruid mee naar Europa genomen heeft. En de Indianen zeggen, daar komen de blanken met hun donderstokken. De Indianen dachten dat de blanken de baas over de donder waren. Want vuurwerk is gewoon hartstikke mooi, hè? En soms ook wel een beetje eng. Maar dan moeten we, als we met vuurwerk gaan, aan de slag gaan, hè? Die wat niet bedoeld is om oorlog te voeren, maar gewoon om mensen te plezieren. Wat meneer Drebbel eigenlijk ook het eerste deed. Hè? Hij deed dat voor de fun maken, voor de lol en om het mooi te maken. Om dingen op te leuken. Nou, maar dan moet je wel tegenwoordig zorgen dat er een aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. En dan vraag ik jullie, wat zou je nou het allereerste klaarzetten? Een veiligheidsbril, zeg jij. Wat zou jij klaarzetten? Als je bijvoorbeeld een pijl schiet, eerst een fles en daarin zetten. Een fles klaarzetten, hè? Dat je veilig kunt afsteken. Wat nog? Kan ook een buis zijn, heel goed. Maar wat zou je nou het allereerste klaarzetten? Ik hoor het hier zeggen. Simpel gewoon water klaarzetten. Hè? Want water is een blusmiddel. Als het misgaat, kun je dat meteen gebruiken. Heb je een brandwond, kun je meteen koelen. Zou het ook belangrijk zijn om eens goed naar je kleding te kijken? Wat zou je bijvoorbeeld niet aandoen? Plastic jas, ja, je noemt het plastic, maar ik denk dat je bedoelt een soort nylonjas, hè? Jullie kennen wel allemaal die truitjes, als je die zo wrijft, dat die van die knetteren, hè, van een soort statische elektriciteit, dat knetteren, dat zit nylon, dat is synthetisch. Als je dat aan hebt, dat is heel erg brandbaar. Als je daar een vonkje op krijgt, dat smelt meteen en dat gaat meteen aan je huid vastplakken. Je hebt de jas die los is en je denkt, gauw omdraaien, wegwezen, veilige afstand houden. En in het omdraaien gooi je zo die fles om en de pijl komt je achterna. Ja, gebeurt wel. Die gaat niet de lucht in, maar die fles kiept om en die pijl komt je achterna. Met alle gevaren van dien. Een veiligheidsbril staat daar. Houd een veilige afstand. Ja, ga er niet met je neus op zitten. En je ziet straks een filmpje waar kinderen een hele hoop rotjes zelfs aan het doorbreken zijn, het kruid eruit aan het halen zijn. En ze zitten met een hele groep, zitten ze met z'n allen met z'n neus zitten ze erboven. Let maar eens op, als je dat herkent in het filmpje. Een veilige richting is belangrijk, hè? Ik ken van die kinderen, die krijgen van papa en mama een zak met vuurwerk, rotjes.
En dan gaan ze met een groepje gaan ze door het dorp lopen. En dat is toch zo ruig, hè? Even zo over de heg bij de buurman gooien. En dat rotje laten knallen. Of nog erger, misschien haalt die meneer net even vanuit zijn woning in de garage een fles drank op. Of een fles limonaad. En jij gooit dat rotje eroverheen en hij krijgt het achter in zijn jas, wat jullie zeiden. En ontploft dat. Is dat dan per ongeluk? Volgens mij niet, hè? Volgens mij had je er rekening mee moeten houden, want je kunt het niet controleren of het veilig is. Nog erger, er zijn kinderen die gooien het vuurwerk door de brievenbus. Of in de brievenbus van de PTT. Houd rekening met mens en dier, hè? Voor je het weet, gooit de honden terug. Heel veel, wie vreet thuis een hond? En wie brengt het balletje mooi terug? Welke hond? Wie hebben ze dat goed geleerd? Ja. En nou gooi je het vuurwerk weg en die hond gaat het halen, hè? Het ploft zomaar in zijn bek, hè? Die hond weet niet beter. Toch hartstikke dom, hè? Lees de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. Hier zie je die gele stickers op het vuurwerk allemaal. Daar staat de gebruiksaanwijzing op. En eigenlijk staat er hetzelfde op wat hier allemaal op staat. Er staat ook nog bij wat voor soort vuurwerk dat het is. Wat voor een gevarenklasse dat het is. Dan zegt dat niet zoveel. Maar er staat bijvoorbeeld op dat het een grondtol is. Dat die gaat tollen op de grond. Dat is wel belangrijk om te weten, hè. Er staat ook bij hoeveel kruid dat erin zit. En hoe je het moet in je hand moet houden of niet in je hand moet houden. Wat je ermee moet doen. Staat er allemaal op. En het is verplicht voor Nederlands vuurwerk. Gebruik een aansteeklont. Ik heb het toen straks kinderen horen vertellen. Veiligheidsmaatregelen en aansteeklont gebruiken. Aansteeklont, heel belangrijk. Niet in de hand houden, gebruik een buis of een fles. Jullie hebben thuis gegarandeerd wel zo'n kratje waar je 6 flessen in doet als je moeder naar de winkel gaat. Ken je dat? Ja. Ken je wel, hè? Op het moment dat je daar een paar lege flessen vult met water en die daarin doet, heb je volgens mij al het water bij de hand. Als je moet blussen. Bovendien staat dat mooi stevig, want dat is best wel zwaar. Kan niet 1, 2, 3 omkiepen. Hè? Als je daar dan in één van die flessen een buisje inzet, dan heb je 6 flessen in zo'n mandje. Behoorlijk gewicht. En die fles waar het buisje in staat, kan je dan mooi de vuurpijlen inzetten. En die kiept niet om. Maar wanneer wordt nou vuurwerk gebruikt? Wanneer schiet men vuurwerk af? Bij welke gelegenheid? Bij nieuwjaar, van oud op nu, wanneer nog? Heel goed, bij voetbalwedstrijden, hè? Pas Fortuna, MVV, hè? Ja. Ja, mooi vuurwerk aan de voorkant, maar slecht vuurwerk op de tribune, hè? Wanneer gebruiken we nog vuurwerk? Ja, als iemand jarig is bijvoorbeeld, hè? In andere landen mag dat veel makkelijker, hè? Wanneer gebruiken we nog vuurwerk? Olympische Spelen, heel goed, dus bij een groot sportevenement. Jullie zeiden bij een feest, bij nieuwjaar, bij evenementen. Allemaal dat er vuurwerk afgestoken. Ik laat jullie een paar foto's zien. Waarbij je mooie foto's van vuurwerk. Zoals hier bijvoorbeeld in Rotterdam. Bij de opening, hè, dat gebeurt ook vaak, van de Erasmusbrug. Ja, de brug in Rotterdam. Hier in Australië, nieuwjaar. Prachtige foto's, hè. En hier bij het voetballen bijvoorbeeld, hè. Als iemand kampioen is of als er een belangrijke wedstrijd is. Hard genoeg. Wanneer mag nou vuurwerk verkocht worden? 3 dagen, de laatste 3 dagen van het jaar zou je kunnen zeggen. Behalve dan als de 31ste een zondag is, dan mag het ook al op de 28ste. Je mag natuurlijk wel je vuurwerk op een lijstje invullen en bestellen bij de winkelier. Dat mag wel, maar hij mag het niet eerder afgeven dan die laatste 3 dagen. Wanneer mag je het dan nou afsteken? Van oudejaarsdag, 10 uur 's morgens, tot nieuwjaarsdag, 2 uur 's nachts. Wanneer mag je nou vuurwerk kopen? Hoe oud moet je dan zijn? 16 jaar, hè? Maar sommig vuurwerk, bijvoorbeeld denk maar eens aan die knalerten, hè? Dat mag je gewoon een hele jaar door kunnen kopen. Kijken we naar verschillende soorten vuurwerk.
Er is knalvuurwerk, gewoon de rotjes, hè, die knallen. Siervuurwerk, dat kan je op de grond zetten, zo'n pot hier. Hè. En dat is alleen maar, komt alleen maar mooie lichteffecten uit als je zo'n pot hebt. Er is ook knalvuur, siervuurwerk, zoals die vuurpijlen, die ook knallen. Die moeten A, de lucht ingeknald worden. En als ze in de lucht zijn, moeten ze nog een keer knallen om uit elkaar te gaan en dat mooie licht te laten zien. Rookvuurwerk wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld bij muziekfeesten. Dat ze met lichteffecten dat rook kunnen laten, geeft een bepaald effect. Of bij een vliegshow, als drie vliegtuigen een mooie Nederlandse vlag maken. Hè. Explosieven, hebben we al gezegd, is vaak in de industrie of in de mijn. Doe je het afsteken voor 10 uur en na 2 uur en je wordt gepakt en je bent 16, 100 euro boete. Ben je jonger, toch nog altijd 50 euro boete. En het is weer kiezen, hè. Doe ik dat of word ik gepakt? Of kies ik ervoor om misschien toch me aan de regels te houden en dan met mijn geld op mijn zak te houden en om er wel leuke dingen mee te doen? Een winkelier bijvoorbeeld, als die gepakt wordt, hè, en hij geeft het vuurwerk aan te jonge kinderen en hij wordt gecontroleerd door de Keuringsdienst van Waren, 1300 euro boete. Dus hij zal het zich wel 3 keer nadenken om het aan te jonge mensen af te geven. Er is ook, staat ook iets op over eerste hulp. In ieder geval niet gaan rennen. Zorg dat iemand bij het slachtoffer is en stel hem gerust. Je kunt niet zeggen van wacht maar even, ik ga de dokter halen. Hè? Blijf maar even rondstaan, rustig, kom dadelijk terug. Nee, die is in paniek, die heeft pijn, die is bang. Stel hem gerust en laat iemand anders die dokter waarschuwen als het nodig is. Ik laat jullie nog 1 filmpje zien. En wel over een jongen van 13 jaar. Dus ik streek hem aan. En ik dacht, hij ging niet af, dus ik was een blindganger. Dus ik raapte hem op en ineens knalt hij in mijn hand. Die ontploft. Alles werd wit en ik zag helemaal niks meer. En toen ik zeg maar weer na een minuutje een beetje zicht kreeg, voelde mijn arm heel, ja, mijn hand heel verdovend. Dus gewoon een soort verdoving. 3 vingers van mijn hand waren ontploft. En ben ik in de ambulance gaan zitten. Toen heeft de ambulancebroeder mijn andere 3 vingers opgeraakt. En het ziet er gewoon zo raar uit dat je je eigen vingers van je hand in een zakje ziet gaan. En dan denk je, wat heb ik wel gedaan, weet je wel. Weten jullie wat Rick had willen worden? Rick had timmerman willen worden. Welke hand was dat van Rick? Zijn rechtse of zijn linker? Rechts. Och, zegt zijn vader, je kunt ook timmerman worden, dan ga je gewoon maar met links leren die hamer vasthouden. Maar ja, een spijker met je andere hand is lastig, hè? In onze volgende bijdrage zet en werd er een samenvatting van zang, muziek en een aantal koren en orkesten uit onze gemeente met winterse sfeerbeelden. Walking in a winter wonderland.
that you can do the job when you're in town. Thank you.
Time ago in Bethlehem, so the holy Bible.
Dit wordt het weer. Verhopen dat je er genoten hebt en tot de volgende keer. Dag!